Oh jongens, het is echt quarantaine tijd. Mijn broek kan niet meer dicht. Maar echt niet. En helemaal niet aan het einde van de dag. Hardlopen, fietsen, een wandeling. Het kan en het mag en het is goed voor iedereen. Zeker in deze tijd, nu we noodgedwongen meer aan huis gebonden zijn. Shalom. To get me help, all I'm asking for is just some space and some time, and I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Goedemorgen lieve mensen, het is maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En yes, we zijn vandaag vroeg wakker. Het is nu 8:30. We waren al wakker, hè? We zijn al helemaal klaar zelfs. Jola, de digitale school, begint tegenwoordig om 9:00. En eerst hoefde ze pas om 10:00 te melden, maar dat hebben ze veranderd. En dat vind ik een heel goed idee, want dan heb je wat meer een stok achter de deur om aan het werk te gaan. En ik om een beetje fris en fruitig de week te beginnen. So, let's go. You're gonna do it. Are you having zin in it? Ik wil slapen. Oké, het is nog even wennen in dit ritme, Kurme. Deze ga ik aan beginnen. Het schijnt wel een hele goeie te zijn. En ik ben wel weer toe aan een beetje zelfontwikkeling. Ik denk dat ze rekenen via een scherm. Thanks, schat. Proost. Ja. Maar als je gewoon eventjes buiten speelt, dat is beter om in je pauze te doen. Maar ik heb net even met Jack gespeeld. Een beetje kotsachtig spul. Ja, echt een beetje zuurig zelfs. Nee. Nee, echt serieus. Het voelt het ook in je neus alsof het kots is. Mag ik proeven? Maar vind je wel lekker? Dus je vindt het wel lekker? Nou, neem een paar slokken en denk dan aan kots. Yo. Dat kotsgevoel en smaak die je dan in je neus krijgt als je kotst. Bart is echt niet goed in shakes maken. Nou, ik vind het wel lekker, toch? The Future of the Day. Is dit met me. Ik ben dus een serie aan het kijken. Ik weet niet eens hoe die heet. Hoe heet die nou? Het staat op Apple TV. En het gaat over... Ja, het is heel freaky. Het gaat zeg maar over een vrouw die een baby heeft. Maar het is een pop, maar dat weet ze zelf niet. En, maar nu weten we niet zo goed, hoe leg ik dat uit? Of het nou misschien toch iets anders aan de hand is. Dat zij helemaal niet gek is. Want de baby is ineens verwisseld voor een echte baby, de pop. Nou ja, goed. Ja, Servant heet die. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is dinsdag. Dinsdag. Ik ben even aan het opruimen samen met Jax. Hij helpt mee. Hè? Hij is op dit moment zijn Duplo even allemaal in de mand aan het doen. Zo, en dan erin. Hij begrijpt het steeds beter, hè, als ik hem iets vraag. En in de mand aan het doen. Jola die is al met school begonnen en Bart die werkt vandaag buiten de deur. Eigenlijk vind ik dat ook wel even lekker dat ik eventjes een dagje alleen thuis ben met de kinderen. I let it go dan ook wel vanaf de middag. En Jola is gelukkig heel zelfstandig bezig. Het werkt goed, die nieuwe tijden van de juffen, zeg maar.
Want dan heb je toch wat meer houvast dat ze 's ochtends meteen achter de computer moet zitten voor een lesje. Lukt het? Goed zo. Allemaal erin doen, hè? Wil je weer dansen, Jax? Alles weer in. Muziek. Wil je muziek erbij? Vind je dat leuker? Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is leuker, hè, met muziek. Ja. Van de giraf, het liedje van de giraf? Ja. Ja? Ja. Dikketje dap? Dikketje dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg, kom kwart over zeven. Zij de giraf. Mandarijn. En die komt tegenwoordig gewoon zelf hier op deze mega hoge stoel zitten. Don't mind the mess. Ik ben aan het opruimen. Gewoon ben jij? Ja, grote mandarijn. Ja. Ja. Kijk wat ik heb gedaan, joh. Even een beetje wat veranderd. Oh, ik heb die kast daar gezet. Ja, dat is wel mooi daar. Ja, toch? Ja. Het ziet er wat ruimtelijker uit daardoor. Jax is super lang aan het slapen geweest. Volgens mij wel 3 uur. Om 1 uur ging je erin. Ja, en het is nu 4 uur. Dus ik heb mijn hele video kunnen bewerken. Helemaal klaar. Die staat ingepland voor morgenochtend. En dan kan ik nu even beneden verder. Maar ik kreeg net een berichtje van mijn moeder. Oh, ik zit hier te praten alsof ik nog steeds hierin zit te praten. Ik kreeg net een berichtje van mijn moeder dat ze dus zei dat er informatie van de persconferentie van vanavond is gelekt. En dat ze dus al heeft gezien dat de scholen na de meivakantie en de opvang na de meivakantie weer open gaan. Wauw, dat zou heerlijk zijn. Dat betekent dat we nog 2 weken in deze situatie thuis zitten. En dan ook met veel minder druk, want tijdens de meivakantie hoeft Jola natuurlijk veel minder te doen. Wat echt heel erg fijn is. Ik hoop zo dat dit echt waar is. Maar ik wacht nog even vanavond af met juichen, want beetje vage info. En dan gaan we nu deze op de helft van deze verven. Dus even kijken hoe dat wordt. Ik weet nog niet zeker of ik het wel ga laten. Ik ga het eerst proberen. Nee. Dit is niet zo mooi als ik dacht. Nee, ik ga het gewoon helemaal los. Ik ga vandaag weer even maken wat de kinderen gewoon willen. En dat is macaroni pasta. En ik ga deze proberen. Die snij ik dan gewoon in stukjes. Kijk, zie je dan. Ik vind dat vegetarische worstjes vind je maar altijd lekker. Krijg je die van mij ook, ja? Oh. Dit is snicker. Echt goddelijk. Oh. Bij de persconferentie kijken, hè? Spannend! Speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderopvang na de meivakantie weer open kunnen. Geheel of gedeeltelijk. En dat advies nemen we over. 11 mei. Dit is van deze kant. Dus nu de kast daar gezet. Schappig, ik heb de kast daar al een keer eerder gehad, maar ik vind het nu veel mooier dan toen. En dan de muur hier. Vind ik ook heel mooi, deze kleur. En dan heb ik toch ervoor gekozen om alle foto's eraf te halen. Om wat meer rust te creëren. En dat lukt wel aardig, vind ik. En dan heb ik die 2 lijsten die daar op de kast stonden. Die heb ik nu op de gang. Oh jongens, het is echt quarantaine-tijd. Mijn broek kan niet meer dicht. Maar echt niet. En helemaal niet aan het einde van de dag. Wat gezellig. En relaxed. En dichter bij het vee. Het zit echt veel gezelliger als je nu op de bank zit. Ja, dat is wel een goeie. Kijk, dan hoef je niet meer op je stoel. Ga je er maar helemaal heen druppelen. Ik heb je gemist, ik ben niet meer gewend met jullie thuis. Oh, ik ook. Ik heb jullie allemaal vet gemist. Wow, dat is het fijne van quarantaine.
Lekker weer thuis. Ja. Je weet wel hoeveel je elkaar mist. Leuk schat. Ik zag het al in de gang gelijk. Ja hoor, dat was al heel lang los. Nee, dit is die. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, dat is die. Die had ik nog over. Ik vind het veel rustiger staan zo. Ja. Ja. Het is woensdag en we beginnen de dag. Met hun. Wow, je kan hem nog. Ja, slecht. Nou, jij vindt man nog aardig. Nee, boodschappen doen. Uitje. Volgens mij is het rustig, dus dat is chill. 1-1-0. Net de schoolspullen van Jola weer naar juf gebracht. En weer nieuwe opgehaald. Moet zeggen, het begint aardig ruk te gaan met het thuishuiswerk. Ja. Ik ben dan ook heel erg blij met het nieuws dat de kinderen vanaf 11 mei weer met maatregelen naar school kunnen. Want oh, het wordt zo lastig. Jola vindt het heel lastig om online om hulp te vragen. En wij vinden het heel lastig om haar continu hulp te geven thuis. Omdat we natuurlijk ook nog ja, Jacks hebben, werk hebben enzovoorts. Dus ja, dat is heel fijn. Heel fijn, heel fijn. Hele goede dingen werken. Goede dingen. Positiviteit. De zon schijnt. Het fietsen was ook heerlijk net. Dus. En nu? Lekkere dingen kopen. Oh, wat een heerlijke rust hier. Nobody. En het is woensdag. 12 uur. Heet. Het is ook altijd heet. Die Rosenica gezet. En die was ook niet voor vandaag. In de wolken. Wolken. Misschien wel een vliegtuig. Een verleidje. We zijn dus op de zeer vroege ochtend naar het parkje. Dat was jouw idee. Dus ik ga maar gewoon mee. Ah, die vogeltjes. Heerlijk. Ik drink even mijn koffietje. Vind je wat mama allemaal doet? Een king of the world! Bij het water chillen. Ja. Nou, we zijn thuis. En de mannen slapen nog allebei. 8:30. Jacks en Bart allebei nog in coma.
er eentje wakker hoor. Schaap. Schaap. Meh. Nee, wiebelen. Wiebelen. Het lichaampje. Okay. Zie je dat, Jax? Dat is zo lief. Zie je dat? Wat is dat, Jax? We blijven wel even hier wachten, want anders maken we ze bang. Een heel leuk wandelingetje, hè? Die lieve eendjes. En mooie bomen en een mooie zon en mooie lucht. Hier word je toch helemaal blij van. Zit je lekker te spelen, schat? Heb je een boekje gevonden? Het was wel even zoeken, volgens mij, hè? Even zoeken was het. Nu heeft Jax door dat ik aan het koken ben. En dan wil hij ook direct eten. Eten! Ja, weet ik dat je wil eten. Ik moet meer in de vlogs, dus... Is het zo? Oh ja. Take your time. Ik bedoel, grijp je kans. Ja. Yeah. Take your shine. Of hoe noem je dat? Shine? Nee, hoezo? Ik moet gewoon alleen maar in beeld. Nou, dat is genoeg. Dit is onze taakverdeling. Ik heb gekookt, dus Bart ruimt op. Hij heeft het net wel geprobeerd om er vanaf te komen door te vragen of hij misschien de cappuccino kon zetten en ik dan ging opruimen. Maar dat is mooi niet gelukt. Je gaat het gewoon allebei doen zelf. Ja hoor, ik zet ook nog wel de cappuccino. Geen probleem. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, over een half uurtje gaat Jax naar bed. Ja. Beautiful day, the sun is again shining. Oh. Ik ga eventjes met een vriendin. Claudia, foto's maken. Gewoon zo, maar vonden we leuk. Met afstand. Ik heb 2 camera's. Eentje geef ik aan haar, eentje aan mij. Ik heb ook een speciale lens, dat je eigenlijk echt heel ver weg van elkaar staat. Dus no worries. Maar ik begin wel toe te zijn aan toch afspreken met mensen. En dan wel met gepaste afstand. Hey, daar hebben we Claudia. Kijk, we hebben een hele mooie spot zo achter de bloemen vandaan. En dan zo, tadaa. Wauw. Maar ze durft niet op het bankje te gaan zitten. Zitten mensen binnen? Nou en? Ik wel. Nou. Ik twijfel. Op de catwalk. Oké. Doen we nog. Ja, dat dacht ik al. Zo lekker. Waarom heb je dat allemaal gekocht? In de aanbieding. Sorry voor de kijkers, ik wil je niet gek maken, maar... Maar ik doe het toch. Ik doe het toch. Zeg het maar over zijn. Mag ik er ook in? Dat is een van de lekkerste dingen die er zijn. Was druk in de supermarkt? Ja. Barbecue... zijn vast niet de enige die willen barbecuen. Tijd voor onze laatste aflevering oogappels. Het was een heerlijk dagje. Ja, vooral goed voor Jax om weer even te spelen met een leeftijdsgenootje. Echt super leuk om te zien. Ja. Hij houdt er maar niet over op. Hij zegt, hey Dex, lig je hier? Hij zegt de hele tijd, was gezellig. Toby gezellig. Ja. Gezellig.
gaan we vaker doen, gewoon in de tuin afspreken. Gewoon voor de kinderen. Ja. Ik kom niet voor mezelf, maar iemand anders. Wow, het is heel laat, ja. Eerste dag van de vakantie. Joejoe! Maar toch moet ik morgen nog rekenen. Ja, uitgesteld. Van uitstel komt. Nee? Nee, oké, okay, dat doen we niet meer. Nee, doen we niet meer. Join Imre! Zo, een lekker broodje met kaas, komkommer en mayo. Oh, dit is zo heerlijk. Een hondje na. Ja. Ik heb er twee blaffen onder. Ik heb dus met vriendinnen cupcakes gemaakt, zo. En ja, nu gaat mama ze ook even proeven. Oh, wacht, ik ben lekker scherp. Never see me again. Nou, ik heb dus met vriendinnen cupcakes gemaakt, hier. Daarom is het een beetje groenig. Lekker? Ja. Oh, lekker. Ik vind het wel leuk van de zon. Morgen deze zondag. Oh, ik heb al even lekker gedoucht. De missie van de dag is dat Jola niet gamen mag. Zal het mij gaan lukken? Ik ben benieuwd. Lekker Bart. Lekker of niet, hè? Ja, lekker schat. Wacht, dit is niet chill. Zo, dat is beter. Ik ben toen naar dienst gegaan. Hebben de eerste getuigen aan het woord laten? Vader en dochter. Lippen, jongens, lippen. Ik ben. Hey! Lipgloss. Hij heeft mijn mama. Hij heeft mijn zoon. Hij heeft mijn zoon. Hij heeft mijn zoon. Jezus. Papa, mama. Ja. Papa, mama, Jola. Papa, mama, Jola. Zo, dat was een hele leuke video maken voor morgen, woningsdag. Dus als jullie deze vlog zien, dan is die video al online gekomen. Als je hem gemist hebt, check hem zeker even. Want we laten allerlei leuke filmpjes van ander talent zien. En ons eigen talent. En, ja, deze weekvlog is bij deze ook geëindigd. Want het is zondagavond. En morgen op maandag begin ik weer een nieuwe. Dank jullie wel allemaal voor het kijken naar deze week. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Geef een duimpje en abonneer, want dat is gratis. Zie je volgende week woensdag in een nieuwe weekvlog. En op maandag en vrijdag gewoon nog extra video's. Dus kijk, doei!